Hey YouTube-vrienden en welkom bij een nieuwe video. Vandaag deel 2, waar we echt hele leuke dingen gaan ontdekken en gaan zien. En we gaan een stukje de hoogte in. En daar gaan jullie nu naar kijken. Heel veel kijkplezier! Hij is al lopend landensysteem. Anders kwamen we daar bovenuit, denk ik. Ja. Die andere trap, dat is nog één stukje hoger. Wel, ja. Dikke roosbaan hier. Ja, en de slang. Oh nee, is een koperslang. Oh, top. Ik ga van boven naar mijn linker licht aan doen. Kom maar door. Langer dan daar, die kant uit. Oh, dat is ook lekker zo. Ogentje. Goeie mega. Hier heb je een soort intercom. Hier expression. We gaan een stukje transportband omhoog. Nu zijn we echt heel hoog. Echt heel hoog. Oeh, nice. Doei! Is dit? Dit hangt er ook in. Oeh, daar heb ik denk ik wel mijn uitzicht. Hoe hoog is het? Dat ze naar beneden vallen niet hoog. Dan durf ik iets harder te lopen hier. En een blikje energy. Nou, die zet ik wel even hier neer. Heel mijn bedrijf daar achter nog een soort verlaten fabriek. Wij liepen net deze brug af. Oh, kon dat ook nog heen, maar. Nee, ik zei daar konden we ook nog heen. Maar niet gedaan. Zo, ik moet eens even weer. Even mijn ogen. Want je loopt eigenlijk gewoon zo naar beneden. En als je dan. Naar voren kijkt, dan is je wereld helemaal schuin. Je bent helemaal gedesoriënteerd als je daar loopt. Ja, ze zijn erachter met het treinspoor bezig.
Oh, wat gek. In ieder geval, het is hier een schuurtje. Ik denk dat daar niet veel mensen zijn geweest. Of je weet het niet op deze locatie. Dan zoveel volk. Oh jongen, hierboven waren we net. Dat is echt best wel een stukje. Wat voor een stukje. Zo'n stukje. Heel hoog. Oh, hier, ja. Ik voel me. Door de jungle, door de jungle, door de jungle. Hier is een oude verwarming. Muurtje omheen gebouwd. Nou, douches waren hier. Hier is nog geen graffiti, ja, hier is nog niemand geweest. Oeh, wat voor spinnenwebjes. Zone 5 is dit. Oh, hier heb je nog een kalender uit 2008. November, december, januari, daar ergens tussenin hangt die. De vorige keer dat we hier waren, waren we echt dit hele stuk zo uitgelopen, die kant uit. En dat is echt, denk wel 2 kilometer, misschien een kilometertje, anderhalf. En toen hadden we het idee om over deze muur heen te klimmen die achter mij is. Alleen kijk, als ik nu voor sta, dat is best een hoog muurtje, wou naar beneden springen. Alleen ja, de weg die loopt daar ergens halverwege. Ik denk dat de weg daar ongeveer loopt. En dit hele stuk zouden we dan moeten springen. Dus dat werd hem niet. Ik moest zo'n klote route naar binnen. Alleen nu is het mooier. Ik stapte zo terrein op. Dit contragewicht hier. Alleen deze locatie gaan ze binnenkort slopen. Maar aan de andere kant, dat riepen ze al heel lang. Dus ja, of het daadwerkelijk ook gaat gebeuren is maar de vraag. En wanneer, dat het ooit eens gaat gebeuren, ja. Is er dan een lastpennen, hè? Lastpennen. Helemaal bout, hè. Lastpennen, ja. Heb je mooi last mee, ja. Dat is flauw, Jelle. Maar in ieder geval, ja, ze gaan het slopen wanneer, geen idee. Maar het was nog laatst weer in de media. Alleen jongen, als je zo terrein moet slopen, dan moet je echt wel miljoenen, miljarden er tegenaan gooien. Voordat je dit hebt. Oh, zo straks liepen we daar omhoog. Gaan we even draaien. Twee flip. Die brug daar, daar liep omhoog. En dan die brug hier. Liepen we weer naar beneden. Oeh, is goed voor ons conditie trouwens. AFM. We gaan even daar koekloeren, denk ik. De vorige keer dat we hier waren, kijk, ze hebben die ladder natuurlijk weggehaald, zodat ze niet willen dat mensen hier in deze toren naar boven klimmen. Alleen de vorige keer hadden ze zelf een geïmproviseerd laddertje gemaakt. En die hangt er nog steeds. Nou, maar niet gezien. Besef even hoe ik hier sta en hoe hoog dat laddertje nog naar boven gaat. Het is echt fucking freaky. Oh ja, fucking waar ook hier in. Probeer zoveel mogelijk andere dingen te laten zien, maar ik wou nog even kijken of dat laddertje nog bestond. Klik, lampje aan. Nee, er is nog niemand naar beneden gedonderd hier. Zo. Best hoog. En het is een dubbel wand. Een dubbel wand. Zo, je kunt ook nog helemaal ergens heen. Maar dat is niet voor...
Lekker stoffig. Oei. Oei, oei, oei. Ja, hij hangt er nog. Hè? Huh? Ja, is goed, doen we. Goeie content, ja. Als je een dode Jordi wilt hebben. Halverwege laat ik uit de stress los. Dat is goed. Oh, zo. Ja. Ja, dat is een knettergek. Knapen. Hier is een dikke haak met zo. Met zo'n knop eraan. Zo. Kijk dan echt zo'n knop nog. Dan zo'n haak. Maar dan? Niet hier? Daar. Ja, we kunnen heel even kijken. Met dat laddertje daar. Lekker goederentrein. Ja. Olie. Och, en vuurwerk hier. Het is een brand daar, ja, dat is dikke olie, hè. Zo. Spring eens in het gat. Nee, bedankt. Dit is een soort bunker onder de grond. Oh, we hebben een bunker gevonden. Bunker, hè. We zijn weer wat tegengekomen. Ja, dat is een heel diep ding. En hier weer een transportband. En ik ga er gewoon even overheen. Ik wil even naar de overkant kijken. Oh, hele boot. Oh ja, dit is de Maas. En de weg. En nou ambulance. Politie, politie! Grapje. Nou, waar is die? Zijn we weer wennen met deze camera? Oh, daar komt hij. Oh, vet. Ik ben mijn hoogtevrees staan heel hoog, echt heel hoog. Flip. Heel hoog, godverdomme, bah. Oh. Als je hem niet op zoek opkrijgt. We waren al op het bovenste, die verdieping waar we net waren. Was ik ook niet van plan. Op het dak. Wij waren net helemaal bovenin, zoals jullie zagen. Was een stukje handen vies. Beetje schoongemaakt. En nu gaan we even kijken wat we verder kunnen doen. En of Jordi nog een keer weer omhoog durft. Ja, wel, die klom zelfs het trappetje daar helemaal bovenop. Omhoog. Hé, maar welk plateautje stond je dan? Oh, daar? Ja. Dat plateautje stond je inderdaad? Ja. Daar boven? Ja, dan kun je over de rand kijken en dan zit daar rechts op de hoek, daar zit, zit een of ander torentje. Die kun je vanaf de andere kant kun je daarbij komen via zo'n trappetje. Oh. Ja, daar staat platen, want er staat een golfdak over. Daar ga ik maar niet overheen. Nee. Dat weet je nooit hoe het is. Nou ja, verder struinen.
We zitten een beetje over het terrein heen te struinen en lolly te eten, wat water te drinken, omdat we net heel hoog waren gelopen. En we, ja, we struinen hier gewoon wat rond en kijk. Uitgefikte, ja. Nou, ze hebben nog proberen te blussen hier. Zo, ook weer hoog. Maar prima, bus. Nou, hier nog een deur. God, joh. Kijk, hoe dat van binnen eruit kijkt. Dat is vet. Leuk plaatje zo. We liepen door deze hal heen, een soort opslag geweest, om stellingen en zo. En toen zagen we een gat in de muur, waar dit goed stevig vast zit. En toen kwamen deze hier. Een sportding, maar dat boeide me niet veel. Maar kijk, er staat gewoon zo'n wagon binnen. Met van die, daar kon je dan vloeibaar metaal in vervoeren over het terrein heen. Een trein vervoerde het over het terrein. Betonmolen. Ook een soort opslag. Schuurtje binnen. Oh, hier is ook stroom ingelopen. Kijk. Tada! Hallo, Galeert. Vet. Wij lopen nu langs het treinspoor met heel veel prikkeldraad. En we zagen een gebouwtje daar. Gaan we even kijken. Het is helemaal ver van de fabriek af. Een stukje lopen. Zo, maar ik ben benieuwd. Er is wel glad hier. Wat dit geweest is. Ah, dat zijn al die auto's van die werklui of zo. Ja, dat loopt goed mensen. Kijken jullie net heen. Ja, dat zal wel. Ja. Nou ja, gewoon rechtdoor. Dat zijn we al gezien. Dat is hier een pauze te houden met rustje. Ja, hier liep het toen langs. Ik vroeg me af. Oh, hier heeft ook een spoor. Een klein spoorspoortje. Het is niet een treinspoor. Wat is dit geweest? Een huge ass gebouw. Er hangen alle lampen aan het plafond. Ja, dat is een heel spoor doorheen. Ja, maar ze speelden hier de plek moeten brengen en zo staren. Ja. Opslag of iets. Oh, die gaan we die nog uitslaan? Nee, dat doen we niet. Doe maar alleen als de camera uit is. Twee shotjes later, het ruitje weg. Zat er net niet een ruitje hier? Het hele gebouw staat. Hele gebouw weg. Oeh, een trap omhoog. Dat gaan we zo even bekijken.
Want dan kan je hier vast bovenop. Goeie hal voor een feest, joh. Ja. Goeie evenementenhal. Nou, een trappetje mag even koekeldoeren. En twee. Jump. Nee, maar gewoon een hokje. Niks bijzonders. Als je het wil zien, Jelle, kijk gewoon de video vanaf volgend jaar, juni ergens, wordt het uitgezonden. We zijn nu eind november. Oh, de boven van mijn kasten, lockers. Zou hier nog het? Nee. Waar kunnen we daar erin? Ik wil daarboven even kijken. Is daar een ingang naar die lockers? Nou, ik kan geen trap zien op eerste gezicht. Gewoon een trap, ja. Kijk, zo kan het ook. Nee, geen trap. Omhoog. Maar misschien heeft hij er wel ooit gezeten, ook niet hier. Ging dat in het plafond? Daarboven is gewoon alweer. Dus we zitten hier eigenlijk onder de grond als je daar gaat graven. Schoot in een stukje. Hier, daarboven kon je ook komen. Ik denk dat er nog een plafondetje heeft ingezeten ofzo. Ja, lijkt er wel op, ja, een steunbalk ofzo. Steunbalk. Hier weer zo'n oud mooi lampje. Het touwtje eigenlijk helemaal aan en uit dan denk ik aan dit. Kijk of dat het gewoon de Nee. Trek er eens aan. Als je klik hoort, dan is het goed. Hebben wij hier een trap gemist? Ik denk het wel. Hier erin. Nee, dat klopt. 1, 2. Oeh, wel een oude vette werkbank. Nog kasten. Nee, één kattenluikje. Voor de poesjes van Doel. Michelin. Pirelli vol gas. Tuut. Nee, geen trap naar. Up. Max je stap, hè? Hey. Geen idee wat staat is Frans. We zijn in België. Ik denk dat hier dan een trap is geweest. Ooit. Ja, denk ik wel. Nou ja, goed. Nou, we gaan weer uit dit gebouw. Even naar de wagons, want we zijn op zoek naar de wagons. Maar, die hebben we nog niet gevonden. Het begint ook alweer wat te donker schemeren. Door te schemeren. Nou goed. Nou, we gaan even koekeloeren. Oké, YouTube vrienden, dit was weer de video. En koekeloeren jullie weer mee naar de volgende video. Klein geheimpje, ik ga naar boven. Maar dat zien jullie in deel 3. Vergeet niet te abonneren, doe die blauwe duimpjes omhoog. En dan zeg ik nu, ik check jullie later.